Surinamer geworden eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Ja. Okay. Ja. Mooi. Klas, kennen jullie klasseleraar John Wester nog? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Wie... Wiskunde, ja. Ja. Ja, wat was het voor een man? Wie gaat me dat vertellen? Heel aardig. Hele aardige man. Ja, ik mag hem echt heel graag. Nishara? Hele aardige man. En hij kon je heel goed motiveren. Hè? Dus al had je er geen zin in, je deed gewoon je best. En ja, je haalde ook je punten. Hè? Want je vond eigenlijk niks, wiskunde vond je niks aan, maar dankzij hem... Jawel, ik vond het wel leuk, maar hij maakte toch... Hij gaf de lessen heel leuk en hij motiveerde je. Ja. Dus ja, het is allemaal meegenomen, toch? En wat was het verhaal? Ja, het is zeker meegenomen. Ja, tuurlijk. En wat was het verhaal dat hij dat jullie zelf een keer op zijn verjaardag hebben uitgenodigd? Oh, nee, inderdaad. Oh, dit was hem, ja, hè? Precies. Prachtige ambiance. Nee, maar dat was echt heel leuk. Want meneer Wester toen... Ja. Die heeft dus het was zijn verjaardag en heeft hij ons uitgenodigd, de hele klas. En het was echt compleet. Hij had nasi goreng, fiado. Fiado? Daar hadden wij volgens mij voor gezorgd. Of zo. Nee, ik wat is fiado? Dat zeg ik lekker niet. Nee, fiado. Nee, dat is een specifieke Surinaamse koek. Koektaart, ja. Rum en rozijnen. Rum en rozijnen. Nee, rozijnen op rum. Ja. Oké. Maar heel lekker. Dus nee, dat... Dus het werd een goed feest bij de verjaardag van, ja, absoluut. Van meester Wester. Ja. Maar meester Wester die was zelfs ook best wel een beetje ingetogen. Een baard, altijd een beetje zo in zijn baard. Ja. Maar wij dachten van, we gaan hem eens een keertje... We gingen hem ontgroenen. We gingen er een wild feest van maken. Ja, we gaan dansen. Hij moet ook dansen. Nou, ja. Dat is duidelijk, ja. Benieuwd hoe het met hem is? Ja. Ja, 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 ja. Ja. We hebben hem gezocht. En we hebben hem gevonden. Ja. En hij is hier. Welkom. Nou, die zijn blij je te zien. Ja, ik hun ook. Ja. Je bent wel een beetje veranderd, hè, sinds die foto. Ja, een beetje, een beetje. Ja. Maar zij ook wel. Ja, zij, herken je ze nog? Aantal wel, aantal met moeite. Ja. Maar je hebt een goede herinnering aan ze. Ja, zeker. Ja. Ja. Want jij kwam ook uit Nederland, toch? Ik kwam uit Nederland. Hoe ben jij daar terechtgekomen? Het leek me wel leuk om een tijdje in het buitenland te werken. Ja, dat idee hebben natuurlijk ook, maar weinigen die doen. Maar Suriname is dan makkelijk, omdat de taal Nederlands is. Ja. En dat, ja, ik heb gesolliciteerd. En tot mijn verrassing werd ik daar aangenomen. Ja. Nou. Maar wat was dan het voornaamste, wat was het meest anders? Want je zegt van, nou, daar moet ik wel even aan wennen. Het relativerende, zo van, ach... er werd niet zo gekeken op tijd, hè. Als je afspraak had. Ja. Ja, dat hoor ik voor het eerst, maar... De klasse organiseerde zelf af en toe een schoolreisje. Ja. En ik moest per se om 7 uur op school aanwezig zijn. 'S Ochtends hebben we het over. 'S Ochtends hebben we het over. En dan om 8:30 werd er eens gekeken waar dat busje nou eigenlijk bleef. Ja, daar moet je aan wennen, maar ja... Het went gauw dan. Het went gauw. Ja, ja, en dat feestje natuurlijk even, want ze wilden je ontgroenen... en dat er eens een keer een wilde fuif. Was het wild? Nou... Je hebt ze daarna nog wel wilde meegemaakt. Jawel, ja. Ja. Oké, okay, nou, benieuwd wat er van hun terecht is gekomen? Ja, heel erg. Ga lekker achterin zitten, we komen straks ongetwijfeld nog bij je terug. Oké. Want wij gaan, klas, even naar het rapport van het leven, zoals we dat altijd hoogdravend noemen. We hebben jullie allemaal een enquête in laten vullen om te zien of jullie gelukkig zijn, wat er van jullie geworden is, hoeveel kinderen jullie hebben. Dat is altijd een spannend moment, want daaruit blijkt hoe deze klas het een beetje maatschappelijk gebracht, hoe ver ze het geschopt hebben. Van jullie, getrouwd, samenwonend, een beetje de huwelijkse staat. Dat is bij jullie ingewikkeld. 10 wonen er samen of zijn getrouwd. 9 zijn er zelfs getrouwd. Van de rest ligt het wat moeilijker. 2 zijn er single, dat kan ook nog. Daarna wordt het... niemand is gewoon alleen maar gescheiden. Het is wel gescheiden, maar latten. En 1 is er verliefd, woont samen, maar intussen ook alweer gescheiden... en staat op punt om te trouwen. Ingewikkeld. Jullie hebben bij elkaar 24 kinderen. Dat is iets onder het, in ieder geval in Nederland, onder het landelijke gemiddelde. Wat wel heel bijzonder is, jullie hebben allemaal doorgeleerd. 18 van jullie hebben of hbo afgemaakt of universiteit. En hier, zoals we hier bij elkaar zitten, hebben er 10 een titel. Ja, dat is om even stil van te worden. Dat is een hoop, hè? Jullie hebben bovendien ook allemaal werk. En jullie werken ook nog eens een keer heel erg hard.
Er is er één die werkt 23 uur, die werkt part-time. De rest werkt 40 uur of meer. Er zijn er ook drie die meer dan 60 uur per week werken. Er zijn sommigen zelfs leven om te werken. Ja. En jullie verdienen gemiddeld 4400 euro bruto in de maand. En dat is volgens mij hartstikke veel. Ja, dus eigenlijk, als ik het zelf... Jullie logen straffen met z'n allen alle vooroordelen die er over Surinamers bestaan, volgens mij. We hebben jullie van tevoren zelf ook even gevraagd... wat zijn volgens jullie de vooroordelen die er allemaal leven? Nou, jullie weten ze allemaal. Wij zijn lui, we willen niet werken, we komen te laat... en we zijn alleen maar goed in sport en dansen. Gelukkig zeggen jullie over ons ook dat wij gierig zijn, grote mond, ongevoelig... en dat we te weinig douchen. Maar... Ik ben het met die eerste allemaal niet eens... Maar...